Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik heb even wat uit te leggen, want ik loop een beetje achter met de dagen. En ik moet even uitleggen hoe en wat. Ik heb 2 dagen lang migraine gehad. Echt koppijn, nog nooit zo erg gehad. Ik kon gewoon echt niet tegen licht, tegen geluiden. Ik werd echt overal gewoon knettergek van. Ik heb dus eigenlijk echt alleen maar in bed gelegen. En toen de derde dag stond ik op en dacht ik, oh, het gaat wat beter. Ik ga vandaag wat doen, want ik heb te lang thuis gezeten. Dus ik heb toen mijn auto gepakt en toen ben ik naar Twente gereden. Heb ik mijn vriendin opgehaald en dat ging best wel oké. Die dag heb ik ook nog lopen vloggen, want ik dacht, oh, het gaat echt beter. En ik ga weer lopen vloggen, anders loop ik heel veel achter, bla bla bla. Daar kreeg ik ook een beetje stress door. Hier heb je een klein stukje van die vlog. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben echt helemaal gesloopt, want ik ben echt heel vroeg op voor mijn doen. En ik heb gisteren nacht heel laat geslapen. Maar ik ben wel heel positief, want het wordt vandaag echt een heel leuke dag. Dus nu zit ik in Nessie's auto, want de stoel staat helemaal naar achter. Het wordt vandaag echt een heel leuke dag. Ik ga mijn vriendin ophalen, die gaat vandaag bij mij slapen. En vanavond komt Emine ook en hebben we eigenlijk een spelletjesavond. En Nessie blijft ook gewoon voor de gezelligheid. En dan gaan we ze allemaal gewoon even spelletjes spelen. Dus dan ga ik straks even ook nog snacks halen. Even het huis een beetje opruimen. Gisteren had ik trouwens echt zo'n migraine aanval. Ik heb echt helemaal niks gedaan gisteren. Behalve gewoon plat liggen op de bank. En toen op een gegeven moment, ja, moest ik eten. Het was avondeten en ik had trek. Het enige wat ik nog had was mosselen. Dus ik dacht, oké, lekker mosselen. Dus ik heb het even gemaakt. En na gisteren hoef ik echt nooit meer mosselen. Ik hoef het echt niet meer. Ik kan niet meer ruiken. Ik kan niet meer zien. Echt. Ik zie daar eigenlijk ook echt dat ik nog best wel ziek was. Goed, ik kwam eraan. Ik haal mijn vriendin op. En ik voelde me opeens echt zo slecht. Je moet beseffen, ik wou terugrijden. Maar ik zag alles om me heen gewoon ronddraaien. En als ik zeg maar vooruit keek, ging alles nog goed. Maar als ik naar links en rechts keek, ging echt niet goed. En als ik naar beneden keek, dan zag ik echt letterlijk alles ronddraaien. Dus dat werd echt best wel een beetje gevaarlijk. Dus ik dacht, oh, dat gaat echt niet goed. Dus ik zei tegen mijn vriendin, we moeten echt bij de eerste beste plek gewoon even stoppen en gewoon even eten. Want ik had nog niet ontbeten. En ik ben eigenlijk altijd gewend om heel laat te ontbijten. Dus dat maakt eigenlijk bij mij niet uit. Maar die dag moest ik echt even eten. Dus toen zagen we onderweg een tentje. We zijn even onderweg gestopt, want het zag onderweg echt mooi uit. We hebben een restaurantje gevonden. We gaan hier even lekker ontbijten. Het is eigenlijk het grappige aan vloggen. Dat je gewoon kan filmen wat je doet zonder dat mensen echt weten wat er aan de hand is. Maar toen ik dus aan het filmen was, naar het restaurant aan het lopen was. Was ik echt zo duizelig dat ik echt amper gewoon recht kon lopen. Besef dat. En ik was gewoon aan het vloggen alsof er niks aan de hand is gewoon. Dus ik was op dat moment ook best wel bang. Ik dacht, oh shit, straks echt, is iets aan de hand of zo. Maar toen had ik dus gegeten. En het ging toen echt een stuk beter. Dus ik dacht, oké, we rijden weer terug. We gingen weer terug naar Rotterdam, naar mijn huis. Toen heb ik nog even lopen snacken. We hebben lekker sushi gehaald. Ik dacht, ik heb even suiker en koolhydraten nodig. Heb ik allemaal gehaald. En toen kreeg ik weer koppijn. Zij dus mij gewoon een massage gegeven. Ik heb het ook nog even gevlogd. Maar het was best wel een shitty avond, zeg maar. We zijn net wakker, toen hebben we ons klaargemaakt. En nu gaan we even ergens eten. Dat is een beetje de planning. Maar even een update van wat er is gebeurd. In ieder geval, wij zijn onderweg naar Zoetermeer. Het is vandaag zaterdag en we wouden niet richting Rotterdam. Om daar even op een afgelegen plekje even lekker te lunchen ofzo. Want ik wil niet de drukte in ofzo. En ik wil het ook niet opzoeken. Kijk guys, wij zijn dus hier bij B-Lunch. En het is Midden-Oosters. Kijk hoor. Je hebt hier lekker soep, panini, wraps. We hebben lekkere linzensoep besteld. Vandaag even geen keto, even bijkomen van mijn ellendige dagen. Even mijn auto aan Nessie gegeven, omdat hij zijn sleutel kwijt is. En ik had hem in mijn tas, maar kijk, één keer zijn snor. What the fuck is dit? Dit is een leidje, we hebben Mexicaan. Oh, wat erg. Hoe komt dit? Ik ging per ongeluk, ik ging steeds te ver en toen heb ik dit gekregen. Nee! Ja, like, ik moet werken. Doei. Love you. Doei, snorrie. Dag. Het is weer tijd om naar Twente te gaan. Wat zei je?
heeft erin gezeten. Nessim heeft er weer in gezeten. Mijn stoel is weer helemaal naar achter. Oh, ja. That's it. Lekker naar Twente. Ik kan niet wachten om weer lekker thuis te zijn straks. Om een pyjama aan te doen. Gewoon lekker plat te liggen. Ik denk vandaag ook helemaal niet aan dieet of wat dan ook. Ik denk gewoon vandaag aan hoe kan ik me zo snel mogelijk beter voelen. Ik ben net thuis. Het ging veel beter dan de vorige keer. Nu jullie naar mijn gezicht kijken, zien jullie ook dat ik echt helemaal geflekt ben. Ik ben dus overgestapt van skincare producten. En ik denk dus dat het daaraan ligt. Want ik heb ook al mijn make-up routine al veranderd. Maar ik heb gewoon opeens een vlekkerig gezicht. Ik heb het altijd wel een beetje door bepaalde producten. Maar ik dacht gewoon, ik ga weer in mijn skincare halen. Mijn huid wordt daar gewoon veel rustiger van. En ik zie gelijk verbetering. Dus ik had die dagcreme besteld van in mijn skincare. Maar ik heb helaas een verkeerde binnengekregen. Ik heb namelijk de getinte binnengekregen in plaats van de normale. Dus die ga ik weer even terugsturen. En dan hoop ik dat ik heel snel mijn eigen dagcreme heb. Want ik denk dat ik het wel nodig heb. Voor de rest wil ik jullie even een docu aanraden. En dat is... even kijken hoe die precies heet. Het is van Paris Hilton. Hij heet This is Paris. Het echte verhaal van Paris Hilton. Staat op YouTube. En duurt ongeveer, nou, bijna 2 uur. Vet lang. Ik ga even mijn pyjama aandoen. En ik denk ook even mijn make-up eraf halen. Oh mijn god. Wat ik nu dus doe, is alle documentaires met Engelse ondertiteling kijken. Zodat ik mijn Engels ook kan verbeteren. Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar ik probeer iets meer in het Engels te posten op Instagram. Zonder reden hoor, maar ik wil gewoon mijn Engels verbeteren. Ik wil niet internationaal gaan ofzo. Ik ga nu even mijn gezicht scrubben terwijl ik naar Paris Hilton kijk. Bij deze scrub en mijn skincare. Ik doe hem gewoon op een reinigingsdoekje. En dan scrub ik mijn gezicht zo. Laatst deze crème van in mijn skincare. Ik vind deze niet zo fijn. Maar dit is wat ik nog thuis heb. Maar dit is nog wat ik thuis heb. Ik gebruik altijd de gele variant. Guys, 3 keer raden wat er net is binnengekomen. Hij focust niet, hè, deze camera. Maar mijn dagcreme is net binnen. De juiste, de normale. En ik heb dit er gratis bij gekregen. Het is een eye recovery gel. En ik heb net deze heb gekregen omdat het mis is gaan bij bestelling. Maar ik ben hier echt heel blij mee. Ik heb gelijk mijn huid gesmeerd. Ik ben lekker kookprogramma's aan het kijken. En ik ga nu even nog snel koken, want ik heb nog niet gegeten. Ik heb ook echt zin in kip, man. Daar gaan we lekker vegetarisch koken. Ik ga lekker een bonenschotel maken met borrel en vermicelli. En ik ga even basmati rijst doorheen mixen. Zodat Nessie hem straks ook ervan kan eten. Want ik weet dat hij het ook heel erg lekker vindt. Maar vandaag is even geen dieet. Want ik heb het gevoel dat ik gewoon een beetje slecht heb gegeten de afgelopen tijd. En ik moet echt een beetje weer power krijgen. Dus lekker een bonenschotel voor vandaag. Zo, we gaan eerst even de uitjes pakken. Olijfolie erin. En een halve paprika gaat erbij. We gaan nu even knoflook toevoegen. Oei, dat is heel veel. Even pruttelen op een zacht vuurtje en dan ga ik nu een salade maken. En dit is mijn bord. Lekker rijst met bonen en salade. En ik ga nu 90 Day Fiancé kijken. Pillow Talk. My faith. Het is knuffeltijd. Papa is thuis, hè, Dinari? Ik denk dat ze weg gaat. Dinar! Oh, ze lijkt op een dikke muts. Nou, ze stinkt echt.
Ik heb vandaag nog te vroeg gehad. Je stinkt. Eten. Mijn lievertje. Oh, het is ook zo lekker. Dinari. Oh ja, kus haar buik, kus haar buik. Oh, ze heeft zo'n lekkere dikke wangen. I love you so much, Dinar. Waarom blijft ze zo rustig opeens? Kijk, ze gaat nu weg. Ze wil weg, ze wil weg. Ik vond het zo leuk dat haar mondje zo. Ja, ik ook. Hallo? Wat is dus? Wat is dus? Oh, ja. Hoe? Als ze aan de camera gaat, ze gaat vloggen. Ze houdt nu de camera. Ik wil hier een foto van maken. Blijven zo. En als afsluiten van deze geweldige avond. Ik ben lekker vijg aan het eten. Ik heb hier zo'n tekentje. Want die van mij heb ik even in de was gedaan. Was echt zwaar nodig. Een eeuwige bankdekentje.